Veel van de sportaccommodaties in het resort Flora verkeren in slechte staat. Zo ook de accommodatie aan de Fayajangstraat. De faciliteiten worden niet of nauwelijks onderhouden en er blijkt een tekort te zijn aan sportmateriaal. Resortsraadslid J.L. Grant is erg bezorgd over deze situatie. De sportaccommodatie is er wel, maar alleen wordt deze niet onderhouden. Bijvoorbeeld hier bij hoogbouw zijn de jongens die voetballen zelf verantwoordelijk voor het veld. Wij moeten dan zorgen voor sportmateriaal, wij moeten dan zorgen dat het veld wordt onderhouden. En als je ziet de speeltuin, je ziet het zelf. Dit wordt wel onderhouden door een buurtorganisatie. Ik weet niet wie zij zijn, maar het is wel een buurtorganisatie die hier onderhoudt. Maar ja, het gebeurt niet zo optimaal. Je kan zeggen, er is bijna geen sportaccommodatie. Grant doet een oproep aan de buurtorganisaties en de resortsraadsleden om dit probleem aan te pakken. Mijn wens is dat we gewoon gezamenlijk dit kunnen aanpakken. Want je ziet het zelf, de kinderen, je zegt het is vakantie. De kinderen moeten ergens hebben om te spelen. Wij kunnen het niet alleen, de regering kan het ook niet alleen. Maar als wij samen met de leden van de RR's, de buurtorganisaties en de regering, als wij allemaal samenwerken, kan dit tot het verleden behoren. En hier kan een hele mooie plek worden en blijven. Want dat is belangrijk. Je kan het wel mooi maken, maar je moet het onderhouden zodat het netjes en mooi blijft. Dus mijn wens is gewoon dat we allemaal samen kunnen werken om dit probleem aan te pakken. Maar als de samenleving ons wil helpen met wat sportmateriaal, zoals voetballen, laat zeggen netten voor het doel, kunnen wij dan wel gewoon zorgen voor de schoonmaak zelf. Weliswaar zouden we dan machines moeten hebben en dat zou dan aan de kant van de regering moeten komen. Maar aan het publiek zelf zouden ze gasten kunnen helpen met materiaal zoals voetballen, netten voor de goals, verf om de lijnen te trekken. Hebben ze al heel veel geholpen. Flora is een zeer kinderrijk gebied, aangezien spel- en sportactiviteiten noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van kinderen, is het belangrijk dat de accommodaties goed onderhouden en kindvriendelijk zijn.